Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 40 hier in Spanje. Heb jij de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. In Imola was het een gekkenhuis. We kwamen daar weer als eerste over de streep. Hopelijk kunnen we het nu 4 uit 4 maken. We hebben een aantal... hoe moet je dat zeggen... Ik weet niet meer zo goed. Dilemma's, dat is het woord waar we uit moesten kiezen namelijk. En dat hebben we gewoon gedaan. Er zijn een aantal updates binnengekomen aan de auto. Hier weer een event van de betrouwbaarheid department. We gaan gewoon agree doen, denk ik. Dat levert wel wat kortingspunten op bij de research en development. De auto is gewoon nog goed. We hebben heel veel cash binnengeharkt. Dus dat is goed om te zien. Een aantal upgrades dus ook binnengekregen. Sommige zijn ook beschikbaar. Dus sommige kunnen we ook gewoon kopen. Zoals dat onderdeel. Hier dan te weinig resourcepunten voor. En dan gaan we ons opmaken voor het raceweekend, ronde nummer 4 van seizoen 3. Daar gaan we dan lekker voor de kwalificatie voor de grootprijs van Spanje natuurlijk. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer natuurlijk. Spaanse temperaturen hier in Barcelona. Lando Norris zet de snelste tijd neer in Q1. Kijken wat wij zometeen kunnen rijden. Ik verwacht veel van Max Verstappen, terwijl Marcus Armstrong naar een P2 gaat in de Williams. Schieten een klein beetje door en krijgen een corner cutting waarschuwing. Komen over start finish, DRS geopend. En dat is een P3 op precies 2/10 van Lando Norris. Hamilton op P2, Leclerc op P4, Bottas op P5. We gaan gewoon een tweede run erachteraan doen. En zitten al gelijk weer groen bij de Delta. Zijn 2/10 sneller dan Lando Norris. Maar dan laat ik het hier liggen in sector 3, want daar is grind. En ik ben de auto wat kwijt. En dat is geen tijdsverbetering voor ons in Q1. Maar we zijn mooi door naar Q2. We gaan proberen om op die mediumband te kwalificeren. Kijken of wij een andere strategie kunnen doen dan de rest van het veld. Ik ben ook benieuwd wat Max Verstappen gaat doen. Gaat hij met ons mee? Oftewel, gaat Max ook op die mediumband kwalificeren of neemt hij toch gewoon de softe banden? Ik ben heel benieuwd. DRS geopend. Kijken wat dit rondje gaat opleveren voor ons. Ik hoop een top 10 kwalificatie, maar goed, je weet maar nooit. We krijgen een corner cutting waarschuwing. Charles Leclerc naar de snelste tijd. En wij naar een P2 op 2/10 van Leclerc. Tot nu toe is het goed en we gaan gewoon een run erachteraan doen. Dus deze banden zijn bij de start 2 rondjes oud. We zitten daar iets te ver door en krijgen een track limits waarschuwing. En zijn een 1/10 sneller dan Charles Leclerc. Groen in sector 2. En we pakken P1 af. We zijn 1/4 harder gegaan. En we zijn door naar Q3. Op die medium compound dus... Dat wordt wat bij de start van de wedstrijd. Maar eerst kijken of wij naar pole position kunnen komen. Laat het hopen. Krijgen een track limits waarschuwing. DRS geopend. En dat is P3. Komen 32.000ste tekort op Lando Norris. Ricciardo naar een P2. McLaren 1-2'tje op de startgrid. En dan krijg ik daar een flinke corner cutting waarschuwing. Waarom? Ik kon de auto niet meer afremmen. En dan ben ik hier de auto helaas kwijt. En is het opnieuw naar buiten. Dat gaan we zeker doen met nog een minuut op de klok. Gaan wij nog een ronde noteren. Weer iets te ver. Weer een cornercutting waarschuwing. Ik ga alles gebruiken wat ik mag van de FIA. Om misschien toch naar de pole position te rijden. Zet een paars in sector 1 neer. Een 1/10 sneller. De vlag hangt zometeen uit.
en we pakken P2. Zijn 6.000ste langzamer dan Verstappen. En Verstappen heeft pole position. Wij dus naar een P2 komen 11.000ste tekort. En Norris... Nee, Norris pakt pole. Halleluja. Lando Norris pakt pole position. Had ik niet verwacht. Verstappen naar P2 komt 11.000ste tekort. Wij naar P3 op 90.000ste. Dus dat belooft wat voor de grote prijs van Spanje. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 40 met Lando Norris op pole position. Mijn teamgenoot Verstappen op P2. En wij met een andere strategie op P3. Daar gaan we dan. Welcome along then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen win on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016. This after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg on the first lap. Will we see more moments for the scrapbook here today? The Circuit de Barcelona-Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Ricardo, Carlos Sainz, and Perez, Bottas, Leclerc, Russell, and Antonio Giovinazzi, Tsunoda, Stroll, and Guan Yu Zhou, and Ocon. Eilert, Lundgaard, Marcus Armstrong, and Lewis Hamilton, Mick Schumacher, Latifi, Mazepin, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Medium hard is de strategie. Neem er minder fuel mee dan normaal om wat sneller te zijn bij de start. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 40 van F1 2021 My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de rode prijs met Lando Norris op pole position. Verstappen op P2, wij dus op P3. En ze zijn uit en we zijn om de weg. En Verstappen is bloedsnel weg. Heeft al de leiding veroverd bij de start. En wij zitten gelijk bij Lando Norris te kijken voor P2. En met diep in en dat is P2 natuurlijk, maar Verstappen weer met een wereldstart. Die heeft nu alle grote prijzen telkens de leiding veroverd in de eerste bocht. Hoe is het mogelijk? Geen flauw idee, maar de Nederlander is alweer snel onderweg. Dat gat is 16e en dat wordt denk ik deze grote prijs alleen maar groter en groter. Ik ga gewoon gokken op een 1-stopper, oftewel ik ga heel lang door op deze medium compound. Om dan bij het einde van de wedstrijd naar de softbanden te gaan. Verstappen... Norris, Ricciardo, Sainz en al die andere lui gaan voor een 2-stopper. Die gaan van soft, medium, medium. Wij gaan van medium naar soft. En Lando Norris zit gelijk bij ons te kijken voor een tegenaanval, alleen dat lukt niet. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Verstappen zit in ronde nummer 4. Het gat naar Verstappen is 3,1 seconde. Wij zijn 2/10 sneller dan onze vorige beste tijd. En Lando Norris kan niet aanvallen, zit net te ver weg. Je hebt hier ongeveer 1/17 nodig op dat rechterstuk om te zorgen dat je concurrent er niet voorbij kan met DRS. Wij zijn 1/10 sneller. En 1 stop nog te gaan. In 9 ronden tijd opent de pit window. Verstappen is al 3,3 seconden los. Dat gat is heel erg groot aan het worden. Herhaling van de start bij de grote prijs van Spanje. Met Norris dus op pole position. Verstappen op P2. Wij dus op P3. En Verstappen was gewoon beter weg. Kijk dan. Verstappen heeft Norris al lang te grazen. En wij schieten ook
mooi uit de startblokken is hier een drag race naar de eerste bocht toe. En wij remmen als laatste van de twee. Norris moest daar opgeven. Ziet daar ook gelijk Ricciardo misschien voorbij komen. Alleen Norris houdt dat gelukkig vol aan die binnenkant. Jazeker, Norris dus nog steeds op P3. Wij dus op P2, Verstappen dus aan de leiding. Na die bloedsnelle start. Herhaling dus van onze landgenoot en teamgenoot. Ja, hij was gewoon beter weg. Veel betere reactievermogen van mijn teamgenoot. En weg is hij. Zo heb je dus de leiding veroverd met een paar meters te gaan. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Heel bijzonder, want in alle grote prijzen was Verstappen de snelste van de start. En Norris ziet dit, is gewoon niet lekker weg. En daar is Verstappen dan al, jazeker, Verstappen er al lang voorbij. En dan ziet hij hier ons in zijn spiegels verschijnen. Zitten wij aan die binnenkant zometeen, daar zijn we dan, laten hem staan. En we duwen Norris daar wijd, daardoor kan Ricciardo even kort naar P3. Zit daar ook goed. Maar dan heeft Norris hier een betere exit, neemt daar meer snelheid mee, verdedigt hij deze binnenkant en Norris dus gewoon op P3. In ronde nummer 7 is het gat naar Verstappen bijna 3 seconden. In ronde nummer 14, een ronde later dan gepland, naar de harde compound. We zetten groen in sector 1 neer, Norris zit op ongeveer 1,3 seconden van ons. Rood in sector 2 neer, 42.000 langzamer. Maar dat is geen probleem. En ik weet gewoon uit mijn hoofd, of in mijn hoofd, dat Verstappen gewoon een tweestopper moet doen. Als wij dit goed timen, dan kunnen wij misschien de wedstrijd winnen met een eenstopper. En Verstappen duikt naar binnen. Max Verstappen duikt naar binnen in ronde nummer 7 voor zijn eerste pitstop. Ricciardo gaat mee, Perez gaat mee, Charles Leclerc gaat mee. Voor een eenstopper. Ook een Mercedes-coureur duikt naar binnen. Een Aston Martin-coureur duikt naar binnen. VSC! Op de baan. En een ongelukkige timing van ons. Want nu kost de pitstop 13 seconden in plaats van 26. Dus dat is wel jammer. Waarvoor weet ik niet. Volgens mij was er iemand gespind. Dat weet ik nog wel van de opname terug. Virtual safety car dus. Op het circuit van Barcelona in Imola hadden er volgens mij een stuk of 3. Vanwege het weer. Nou is dat hier geen probleem, want er is geen regen. Hartstikke zonnig hier dus in Catalonia. En we moeten de delta gewoon respecteren. En Verstappen zit gewoon achter die groep jongens. Achter Guang Yuzhou. Dat is ongeveer 15 seconden. Virtual safety car eindigt weer. En we kunnen weer racen hier in Barcelona. We zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. We stappen naar de medium band. Dat gat is 17,8 seconden. Hij heeft ook de snelste racerondepunt in handen. En we gaan zometeen blauwe vlaggen krijgen. Voor de eerste van de dag. Dat heet, of die heet... Nikita Mazepin? Jazeker, Mazepin op een ronde gezet en Jeff zegt pas op, want je gaat zo meteen het gevoel krijgen dat de banden eraan gaan. Dus let daar alsjeblieft op. Het gat naar Verstappen is 17,7 seconden. Niet veilig voor een pitstop. En die linker voorband heeft het zwaar. Dat zie ik sowieso. Verstappen naar binnen. Verstappen dus naar binnen. We zijn aan boord bij de Nederlander. In ronde nummer 21 duikt hij naar binnen. Voor zijn tweede pitstop van de dag. Gaat volgens mij opnieuw naar die medium compound. Met nog 12 rondes te gaan. Jazeker, nieuwe mediums voor Verstappen. En hij komt gewoon terug op P2. Nu is dat gat gewoon lekker groot. Kijk maar, 34,1 seconden.
in ronde nummer 24. En nu kunnen wij zometeen naar binnen duiken. Maar we moeten oppassen dat we niet te vroeg gaan, want als we nu naar binnen duiken, dan zijn die softbanden ongeveer 10 ronden oud. Ik wil zo min mogelijk ronden op de softbanden rijden. Waarom? Dan hebben we meer kans op dat snelste racerondepunt. Die heeft Ricciardo nu nog in handen. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Nicolas Latifi, Mick Schumacher en ik denk Callum Ilott. En we zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. En we duiken dus na deze ronde naar binnen. Latifi op een ronde gezet. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Giovinazzi. Nee, Schumacher. Mijn fout. Excusez. Mick Schumacher op een ronde gezet. Gaat op een ronde worden gezet. Daar is hij dan aan de binnenkant. Hij laat ons mooi voorbij. Paars in sector 1. Christian Lundgaard wordt ook op een ronde gezet. Nieuwe strategie beschikbaar. Alleen ik wil naar die softbanden. Daar zijn we dan voor onze laatste pitstop van de dag. In ronde nummer 27 duiken wij met nog 6 rondes te gaan naar binnen. Voor een setje soft. Want we hebben genoeg ruimte op Verstappen. We hebben gewoon een hele pitstop overgeslagen. En een goede pitstop. Daar hebben wij Nikita Mazepin. En die zijn we inmiddels gepasseerd. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Het gat naar Verstappen is goed genoeg. 7,7 seconden. Het wordt alleen maar groter. En we zetten de snelste race ronde neer met een 1.17.2. 1,1 seconde sneller. Dus we pakken zometeen weer opnieuw de volledige score. In een grote prijs. Omdat Verstappen op P2 eindigt. Blauwe vlag in ronde nummer 31 alweer. Dat is Marcus Armstrong. Die wordt op een ronde gezet. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Geel in sector 3. Dat is een Alfa Tauri van Pierre Gasly. Die daar uitvalt. In ronde 31. Valt daar stil. Bij zijn finish. Is ronde 32 net ingegaan. En uitvaller nummer 1 van de dag. Pierre Gasly. En hier is het al gedaan. Ja, Gasly had al daarvoor al een probleem. En stopt hier zijn auto. Bij startfinish. In ronde 31. 0 punten voor de Fransman. En wij komen zo meteen Gasly tegen. En gaan dan ronde nummer 32 alweer in. Dan zijn er nog 2 rondes te gaan. Inclusief dan die ronde. Gele vlag dus voor Gasly. En zijn 16e langzamer. Het gat naar Verstappen is opgelopen tot ongeveer 9,4 seconden. Groot genoeg dus om het lekker rustig aan te gaan doen. Maar ik wil dat snelste racerondepunt nog zien te verstevigen. Ik wil graag zorgen dat wij de snelste raceronde verbeteren. Zet een rood in sector 1 neer, 16e langzamer. Weer blauwe vlaggen voor Latifi. En al die andere lui namelijk. Het is ook een Haas volgens mij die erbij zit en een Alfa Romeo. Latifi dus op een ronde gezet. We've only got 2 laps of fuel left. 2 ronden fuel remaining, zegt Jeff. Lundgaard wordt ook op een ronde gezet. Als hij aan de kant gaat, jazeker. Dan is het hier Mick Schumacher die op een ronde wordt gezet. Beetje grind gepakt, maar dat is geen probleem. En dan gaan we zo meteen de laatste raceronde alweer in, hier in Barcelona. Pakken wij alweer een overwinning dankzij een uitstekende strategie. Door in plaats van een 2-stopper een 1-stopper te doen. En dat heeft ons gewoon gered. Anders waren wij niet opgewassen tegen Verstappen. Zo simpel is het.
Verstappen had deze wedstrijd gewoon moeten winnen, maar door tactisch steekspel pakken wij de winst. Verstappen weer noodgedwongen naar P2, gaat hij niet blij mee zijn, maar dat maakt ons niks uit. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje, met als snelste resultaatpunt pakken de volledige score. Uitstekend werk, weer een 1-2'tje van dit seizoen. En gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Azerbeidzjan. A real team effort which has paid off in spades. A great victory here at the Spanish Grand Prix. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje, pakken ook de snelste racepunt. Verstappen op P2, Ricciardo op het podium, Lance Stroll krijgt driver of the day, Perez na P4, Leclerc 5, Giovinazzi 6, Stroll de 7, Tsunoda 8, Bottas 9, Guanyu Zhou op P10, Russell 11, Ocon 12. Hamilton 13, Carlos Sainz in zijn thuiswedstrijd teleurstellend na P14 vertrok van P5. Jammer. Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula 1. Norris 15, Ilott 16, Schumacher 17, Lundgaard 18, Armstrong 19 en één uitvaller dus, dat was Pierre Gasly. Bij de klassementen leiden wij nog steeds stevig, dus dat is goed om te zien. Een flinke voorsprong op Verstappen, 38 punten verschil. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Volg me op sociale media en mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Azerbeidzjan.